wie ik ben, dan enigszins wat ik doe en dan waarom ik het doe en dan wat ik dan ook echt gedaan heb. En dan ook enigszins wat ik daarover geleerd heb. Dus nou, ik ben Maarten, ik ben in januari ben ik een project begonnen waar mensen kunnen mij ideeën geven elke maand hoe ik zogezegd de wereld kan verbeteren. En dan kunnen mensen daarop stemmen en dan voer ik het populairste idee van elke maand voer ik uit. Het kan voor alles zijn. Dat heb ik gewoon totaal opengelaten als het maar op één manier de wereld verbetert. En zo heb ik dus een idee was bijvoorbeeld om een maand geen afval te produceren. Een idee was om, om werkzoekenden te helpen om aan werk te komen op een of andere manier. Dus het zijn allemaal verschillende ideeën geweest. En waarom heb ik dat nou gedaan? Ja, ik ben een soort van idealist. Weet je, ik wil de wereld verbeteren, net zoals volgens mij bijna iedereen. Maar ik wist niet hoe ik dat nou kon gaan doen. Want er zijn zoveel manieren en zoveel dingen die je kan doen om de wereld te verbeteren. En ja, dan ben je met één ding bezig en denk van ja, maar dat is ook nog niet opgelost. Of dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus weet je, hoe krijg je een soort van focus? En ik wist ook niet, kan ik het wel? Weet je, durf ik wel al die dingen te doen die ik wil doen? En hoe doe ik dat dan? En volgens mij was dat bij mij al heel, weet je, vroeger was ik een soort van, toen ik klein was, was ik gewoon lid van Greenpeace. En ik had zo'n t-shirt met zo'n no time to waste. Ik had geen idee wat dat betekende, maar ik was het wel zo. En ik was vegetariër ook gewoon omdat ik het, ja, vond het zielig of zo. En, maar hoe ouder ik werd, hoe meer dat verwaterde. En andere dingen gaan doen. En ik ben dansacademie gaan doen. Dus ik ben danser geworden. En na een tijdje dacht ik van ja, dit is het ook niet helemaal. Dus toen verzon ik allemaal projecten. En dat was vaak web gebaseerd. Dus vaak dacht ik, ja, ik wil iets bereiken, maar dan wil ik wel dat je daar een platform voor creëren. Dus onderweg leerde ik dat website bouwen, maar het project lukte nooit, want het was nooit goed genoeg in die website bouwen. Uiteindelijk dus wel. Dus uiteindelijk lukte het me wel. En toen dacht ik, ja, nu wil ik ook echt, weet je, ik moet toegeven, ergens wil ik de wereld verbeteren. Het klinkt zo. Ik schaam me bijna nog steeds voor zo. Het klinkt heel erg naïef. Maar ik moet toegeven, weet je, dat kleine jongetje van vroeger, dat ben ik nog steeds. Weet je, ik wil dat nog steeds ergens. Dus, en als ik dat niet ga doen, dan weet ik ook niet. Ja, dan word ik later oud en ben ik nog niet tevreden, denk ik. Dan kan ik niet terugkijken en denken van ja, ik heb echt gedaan wat ik eigenlijk wilde doen. Dus nou, daarom heb ik deze soort constructie bedacht van dat platform. Als een manier van om mezelf daarin te. Een soort van te dwingen bijna. Zo van ja, ik weet ook niet hoe, maar laat me zo mezelf daarin wippen. Zo van ja, mensen kunnen mij ideeën geven en dan zie ik wel waar ik terecht kom. En ik doe het nu, nou, ik ben in januari begonnen, dus ik doe het al aardig wat maanden. En in januari stop ik ook weer. Ik heb wel bedacht van ja, het moet ook weer op een bepaald moment wel eindigen, want anders wanneer ben je klaar. Wat heb ik dan gedaan? Nou, inderdaad, een maand geen afval. Dus in het begin dacht ik, ja, het is wel makkelijk of zo. Ik dacht, dat gaat wel lukken. Maar na 3 dagen had ik toch al heel erg honger. Want je realiseert toch dat het toch moeilijker is dan je denkt. En uiteindelijk, de oplossing lag vooral in, waar koop je je dingen? Want het meeste afval is gewoon verpakking. Dus uiteindelijk, weet je, ik kon niet meer naar Albert Heijn, want dan kon ik alleen een courgette kopen en een paar tomaten. Dat had ik niet zo heel veel. Dus uiteindelijk moest ik naar een ander winkeltje waar ik gewoon alles in mijn eigen zakjes kon doen. En dat was gewoon het is vaak kleinschalig, gewoon kleine winkeltjes. En daar kon ik wel alles krijgen wat ik wilde. En mensen kijken me daar ook niet heel raar aan. Als ik dat soms ook toch wel raar gevonden. En verder, wat ik wel merkte, soms is het makkelijk om iets echt volledig te doen. Weet je, dat heb ik dit hele jaar wel gemerkt. Soms kan je zoiets. Ik ben wel van de cold turkey, tenminste over het algemeen. Het kan leuk zijn voor een periode. Want daardoor. Eigenlijk hoef je dan geen beslissing meer te maken. Het is gewoon geen afval. Het is dan helemaal niks meer. Dus dat was ook soms wel lastig, want de vraag die ik meest kreeg van ja, wat dan van wc-papier? En ik dacht, ja, ik moet overal wel de oplossing voor vinden, dus het moet mogelijk zijn. Eigenlijk het beste zou, theoretisch had ik wel bedacht, eigenlijk als je een idee hebt van regenwater, gefilterd regenwater, dat zou de ideale oplossing zijn. Ja, ik kon geen bidet bouwen in mijn huis, dus dat was gewoon een beetje dat. Dus uiteindelijk wat ik deed, is elke keer in de ochtend naar de wc
en dan meteen mijn dagelijkse douche nemen. Waardoor ik niet extra water produceer, want dat wil ik ook niet doen. En wel gewoon schoon water. Misschien is dat veel in detail, maar. Weet je, soms merkte ik die maand ook wel dat je een beetje te veel na gaat denken. Want, dan, weet je, want ik wilde geen direct afval. Maar ja, wat dan als ik gewoon naar een restaurant ga, produceer ik geen afval. Maar ja, dat vond ik dan weer te makkelijk, want dan produceer je indirect weer meer afval. Dus, en soms dan, weet je, bijvoorbeeld koekjes. Ging dan koekjes halen bij een koekjeswinkel. Die kon ik niet bij de Albert Heijn kopen, maar dan kon ik koekjes kopen dan in mijn eigen bakje. Weet je. Maar toen dacht ik, ja, maar die mensen zijn koekjes voor mij aan het bakken. Dus eigenlijk, weet je, indirect produceer ik daar ook wel weer afval mee. Maar toen dacht ik, ja, ik kan wel zelf koekjes gaan bakken, maar dan weet ik niet meer waar mijn meel moet komen. Want dat is ook weer verpakt. Dus ja, dan moet ik weer mijn eigen meel gaan bedenken. Hoe kom ik dan weer aan meel? Dus dan ga je weer te, weet je, dan raak je hem kwijt. Dus toen dacht ik, weet je, binnen die maand is het misschien logisch om gewoon mijn normale leven te proberen te leiden. En daarin dan zo min mogelijk te doen, of niet meer afval. Ja, wat heb ik dan nog meer gedaan? Een andere maand was kleding. Het idee was, waar komt kleding vandaan, wie produceert die kleding en ja, hoe? Dus het idee was om mijn kleding te onderzoeken en dan de fabriek te bezoeken die mijn kleding had geproduceerd. En eerst dacht ik, ik begin gewoon met 6 kledingstukken, dus ik had mijn trui, mijn sokken, mijn broek en weet wat. Ik heb wel veel respect gekregen voor de keuringsdienst van waarde. Want het is nog best wel moeilijk om mensen op te gaan bellen en dan vragen stellen die eigenlijk niemand wil horen. En die ook niet, mensen willen die hen niet beantwoorden. Want vooral, ik had sokken van HEMA. En niemand, HEMA, ik weet niet of ze het weten, maar ze willen het in ieder geval niet aan mij vertellen. En dus ik ben ook niet daarachter gekomen. Ik had wel deze trui, die kwam van een Zwitsers merk. En dat werd dan tegenovergesteld. Die vonden het hartstikke leuk om te vertellen waar het vandaan kwam. En ik had ze gemaild en gevraagd van ja, mag ik langskomen? En zeiden ja, wanneer? Dat was gewoon zo simpel. En ik had ook sokken van schoenen van Veja, dat is een Frans merk. En daar had ik ook contact mee. En toen had ik een Frans meisje in de lijn die echt een kwartier lang, een half uur uitlegde waar dan het rubber geproduceerd werd. En daar kon ik ook nog gaan bezoeken als ik wilde. En ik kon ook nog. Dus het was eigenlijk een heel duidelijk contrast tussen twee verschillende soorten bedrijven. Aan de ene kant bedrijven die gewoon eigenlijk er trots op zijn en gewoon blij dat je het vraagt. En de andere bedrijven die niet echt blij zijn dat je het vraagt. En, ja. En ik wil ook niet zeggen dat daardoor die bedrijven niet goed zijn, want ik weet het niet. Maar ze zijn niet transparant. Dat was wel gerucht. Hoe gaat het met mijn tijd? Goed. Gaat goed? Wat heb ik nou nog meer gedaan? Nou, een andere idee was elke dag iets doen in Rotterdam. Om Rotterdam te verbeteren. En ik dacht natuurlijk, ik wilde wel elke dag iets anders doen. Dus dat was toch wel soms wel lastig om daar creatief mee te zijn. Maar ik dacht, nee, je kan niet heel veel doen op een dag. Maar ik heb bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan bij de voedselbank, dat soort dingen. En ik dacht ook, ik wil Rotterdam een soort van wat positieve energie geven. Dus ik heb bijvoorbeeld Free Hugs gedaan. En het was echt een van de. Het is zo'n bekend concept en het is zo super leuk om te doen. Want je krijgt er eigenlijk meer voor dan dat je geeft. Het is gewoon, je staat op de straat en ik was een soort van een beetje gespannen om te gaan doen. Je staat toch met zo'n stom bordje zo. Mensen zullen wel weer denken. Maar ik had, weet je, 3 seconden dat bordje omhoog en dan komt ze meisje en toen, ja, ja. Ze dan meteen naar je toe komt. En dat bleef maar komen. We dachten we gaan daar 2 uur staan. We hebben denk ik 4, 5 uur daar gestaan. Want het was gewoon bijna verslavend. Gewoon omdat het zo leuk was om. Het was gewoon heel makkelijk. Ik merkte wel, want ik heb ook gehoord van mensen dat, die het gezien hebben waar het niet werkte. En volgens mij wat wel enigszins de crux is als je het doet, is dat je moet wel het idee hebben dat je wat geeft. Want bij sommige mensen, dus je moet ook accepteren als mensen niet je een free hug geven. Want dat kan eigenlijk nog best moeilijk zijn, weet je, dat iemand, je staat daar en je moet daar openstaan, zo, ik sta hier. Maar als mensen dan niet naar je toe komen, dan kan je dat ook heel persoonlijk nemen. Zo van, ze vinden het niet leuk, of misschien sta ik verkeerd. En dan krijg je het idee dat mensen juist, weet je, dan zie je soms mensen die denken van, zal ik nou een hug geven? Dan hebben ze het meer als een soort van pity.
Dus dan werkt het niet, want dan niemand gaat het doen, want dan kost het veel meer moeite. Maar als je daar open staat van ja, kom maar als je niet komt is het ook prima. Dan dus staat ook niet, er staat ook niet dat je het ze wil geven. Je kan het ook interpreteren van kom maar op ja, met die vriendelijks. Ja. Maar het merkt wel heel goed als je daar gewoon open kon staan. En ja, dat was wel leuk. Wat ik ook nog die maand, dat was ook wel leuk, Press the Button had georganiseerd. Het was een soort van, het komt ook geïnspireerd van een film van een Belgische, nou whatever. Ik had dus op straat dat ik zo'n knop gemaakt, waar dan heel groot op stond druk op de knop. En dan ja, verder niks. En als er dan iemand op die knop drukte, dan kwam een vriend van mij, die kwam gitaar spelen, er kwam iemand met bellen blazen. En daarna gingen we dansen met een groepje en iemand kreeg een bloem. Dus het was een soort van, weet je, mensen durfden vaak niet op de knop te drukken, je weet niet wat er gebeurt. Maar als het dan wel gebeurde, dan gaf je een soort van beloning van het feit dat ze gedurfd hadden. En dat was eigenlijk wel heel leuk te doen. Een andere maand was het idee om eenzame ouderen wat minder eenzaam te maken. En die maand merkte ik wel van het is nog best lastig om eenzame ouderen te vinden. Want je weet ergens dat ze er zijn. Ja, eenzame ouders, dit is ook een reden waarom ze eenzaam zijn. Dus blijkbaar vinden ze het ook moeilijk om contact te zoeken. Ik was toen op de radio gekomen en daar kwamen wel reacties op. Van mensen die, die dat hadden gehoord en dan contact opnamen. En toen ben ik mensen gaan bezoeken. Maar ik vond het wel een hele lastige maand. Want ook ergens, dan ga je iemand op bezoek. Dan heb je zo een half uurtje een week koffie, thee en drinken en dan ga je weer weg. En dan denk ik over, ja, ik voelde toen heel erg van, ja, heb ik nou iemand echt geholpen? Want iemand was dan heel even wat minder eenzaam. En daarna ga je ook weer weg. Ik vond het een hele lastige maand. Ik kan ook niet het idee dat ik, weet niet, ja, hij voelde raar of zo. Want die, ja, hij was lastig. Wat wel nog leuk was die maand, uiteindelijk had ik contact met een verzorgingshuis. En die vond het een leuk idee. En toen heb ik dansles gegeven aan een stel bejaarden die in een rolstoel zaten. Dus die konden eigenlijk niet lopen. En die zaten er in een stoel en die vonden het heel leuk. Er kwam een van de rare jongen langs die dan wat dansles ging doen. Dus ik heb wel leuke dingen gedaan die maand. Maar ik vond het ook een heel ik vind het een lastige maand eigenlijk. Ik heb ook nog een maand zonder elektriciteit geleefd. Dat was het idee. En dat was eigenlijk heel rustig. Want er gebeurde niet zoveel. Want het was alleen, je had geen telefoon, geen computer, geen niks. Dus je krijgt ook geen input, niemand belt je. Dus eigenlijk, ik heb die maand eigenlijk niet zoveel gedaan. ik kon het ook geweest filmen, dan heb ik ook geen camera. Dus, maar ergens was het ook wel aan het eind van, weet je, ergens, in het begin is het afkicken, want je hebt het idee dat je heel veel mist. Niet? Want je denkt van, ja, dan ga ik al die dingen missen. Want al die mensen, wat doen die allemaal? Zo. En tegelijkertijd wordt het ook weer creatiever. Want je merkt dat je, ja, dan zit je daar. En met een huisgenoot zit je thuis. En die zit er achter een computer. En dan zit jij daar heen. En dan zeg je, ja, ik kan niet achter een computer. Nou, ga ik een boekje lezen. En een tijdje denk je ook van, ja, laten we wat leuks gaan doen. Dan ga je dan toch maar gewoon, weet je, van die ouderwetse spelletjes spelen. En ergens wordt het, je bent meer in het moment. Op dat moment. Want er is niet die wereld die er ergens anders is, waar je een soort van nog mee bezig moet zijn. Dus het was eigenlijk, die maand was op die manier wel interessant. Tegelijkertijd dacht ik ook van, ja, heb ik nou echt de wereld verbeterd? Ja, je hebt wat minder elektriciteit gebruikt. Want ergens vond ik het ook, er is helemaal niks mis met elektriciteit. Als het maar goed opgewekt is. Dus ik heb die maand nog geprobeerd om op een of andere manier zonnepanelen te komen. Ik dacht van, ja, dan kan ik mijn eigen elektriciteit opwekken. Maar het is wel lastig om aan zonnepanelen te komen als je niet kan bellen en niet kan. Dus dat is er niet echt helemaal gelukt. Ja. Maar ik merk dat internet is toch wel heel handig. Ja, ik heb heel veel gefietst, maar ik moest naar Nijmegen en naar Rotterdam. Zonnevluchtingen. Ja. Wat ga ik nog meer vertellen? Ik heb ook een maand, wat ik eerder zei, werkzoekenden helpen.
mijn werk te komen. En die maand heb ik echt de kracht ervaren van durf te vragen. Want daar had ik nog niet zo heel lang van gehoord. En ja, die maand dingen gebeurden zomaar, doordat je het ook gewoon maar vraagt dan. En ja, ik wist een beetje werkzoekende. Ik ben geen coach, ik heb geen ervaring. Ik heb zelf, ik werk wel, maar nu niet, uit keuze. En ik wist niet, wat moet ik daarmee? Ik weet het niet. Dus ik had het gewoon zo gepost van, en iemand contacteerde mij van, oh, vind je het leuk? Ik wil wel een workshop geven. Ik dacht, nou, leuk, workshop geven. Uiteindelijk dacht ik, ja, misschien kunnen we nog iemand anders ook vragen. Dus uiteindelijk kwam er een hele workshopdag tevoren uit niks. Waar uiteindelijk 5 mensen workshops gaven, was een hele middag, waren 35 mensen gekomen, was een hartstikke leuke middag. En ik heb ruimte gekregen van, weet je, gekregen van de hub, ik weet niet of je het kent, ik heb gewoon gevraagd van, ja, mag ik jullie ruimte gebruiken? En wat ik heel erg merkte die maand is dat mensen hielpen mij, die mij helemaal niet kenden. Dus ik vroeg me, waarom helpen mijn mensen mij dan eigenlijk? En dat was vooral gewoon omdat ze achter hetzelfde doel konden staan. Want de reden waarom ik dat deed, iedereen stond daarachter. Want iedereen wil mensen helpen, werkzoekenden helpen. En dat leer ik wel even, ja, als je gewoon een goed doel hebt, dan komen mensen vanzelf. Eigenlijk, je hoeft niet zo, ja, het gaat niet om mij of zo, maar het gaat gewoon om de reden waarom. Dat is op zich wel bekend van de Simon Sinek van Why. Waar had je het gepost? Gepost? Ja. Ik had het op Twitter, uiteindelijk ook op de Durf te Vragen Facebookgroep. En die is echt super powerful, vind ik. Want daar kan je echt binnen no time heel veel mensen bereiken die heel erg behulpzaam zijn. Ja, dat eigenlijk vooral. Die Durf te Vragen Facebookgroep, boom, ontploft. En dan ken je een paar mensen, die kennen dan ook weer wat andere mensen, die dan weer andere mensen suggereren. Dus dat werkt dan heel snel. Is het ook gelukt om mensen weer aan het web te krijgen? Nou, niet direct. Weet je, het ging op een bepaalde manier, volgens mij, ik heb heel veel goede reacties gekregen daarna. Van mensen die daardoor geholpen waren weer eerste stapjes te zetten. Weet je, of meer richting te gaan naar waar ze wilden komen. En dat kwam vooral ook door de workshops die gegeven waren. Katja Lindenschap workshop, die volgens mij heel veel mensen hebben geholpen. Patty Goldstein, er was ook een Durf te Vragen sessie. Dus het ging eigenlijk niet zozeer om direct werk. Van, weet je, ga solliciteren. Maar meer ook van hoe kom je erachter wat je nou echt leuk vindt en wat zijn dan de eerste stappen om daar te komen waar je wil zijn. En dat was wel dat werkte wel goed. En het was zelfs, we gaan nu nog eentje organiseren, want het was gewoon een heel leuk event. En mensen waren heel erg, dat waarde. Wat doe ik voor deze maand? Deze maand is elke dag geven. Iets geven. Het kan klein zijn, het kan groot zijn, het kan geven, presentatie. Dat kun je ook zien als geven. En in het begin van de maand dacht ik van ja, ik dacht een beetje dezelfde maand als in Rotterdam. Weet je, ik wilde elke dag iets anders geven, iets groots. En ik voelde een bepaalde stress bij mezelf opkomen van ja, wat doe ik vandaag weer? En ik was dan ook met mensen van ja, kan ik jou wat geven? Weet je, er werd eigenlijk een soort van helemaal niet bedoeling. Het idee was ervaar geven. Dus toen dacht ik, ik laat het los. Ik geef gewoon in alles, op de kleinste manieren, weet je, en het maakt niet uit of het groot of klein is. En dat heb ik sowieso dit hele jaar, realiseer ik dat heel erg. Dat, uiteindelijk gaat het gewoon om het is gewoon cliché, maar het gaat om de kleine dingen. Weet je, en ook omdat op één manier als je heel veel mensen heel veel kleine dingen doen, heb je iets groot. Maar het is ook als je kleine dingen doet en je waardeert die kleine dingen, is het makkelijker om grote dingen te gaan doen. Want daardoor, weet je, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld heel simpel, ik glimlach tegenwoordig meer naar mensen die ik niet ken. Gewoon, ik zie mensen op straat en ik denk, ik ga gewoon glimlachen. Weet je, dat is gewoon leuk en je krijgt ook veel meer reacties van mensen terug. Dus het is een heel minuscuul klein dingetje waar je denkt, van, ja, iedereen kan dat eigenlijk en niet veel moeite. En tegelijkertijd, van de week, sta ik op Utrecht Centraal en ik glimlach zo naar een soort zwerver, ik weet niet, met iemand die wel op straat woont, leeft. En ik had nog nooit zo iemand aangesproken, want dat durf ik ergens niet. En maar ik glimlachte en ik zag, hij glimlachte een soort van trul, een beetje verbaasd. En uiteindelijk dacht ik, ik loop langs met mijn appelflap. En toen dacht ik van, weet je wat, vraag gewoon, heb je honger? En hij zei, weet je wat, ik heb niet echt honger, maar een kopje koffie zou ik wel heel lekker vinden. Ja. Dus toen heb ik een kopje koffie voor hem gekocht. Het is alsnog een heel klein dingetje, weet je, maar het is voor mij net, in dit geval net iets groter dingetje.
dan Hij zit te zwerven. Ja. 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 Zin in koffie. Ook koffie. Ja. Ook uitgenodigd. Ja. Ja, dus dat ervaar ik wel heel erg. We zitten nog 5 minuten. Ja. Dus wat heb ik geleerd? Nou, 1 ding waar ik in geloof. Iedereen wil de wereld verbeteren. En dat is misschien heel naïef, maar ik geloof het. En dan is het nog geen eens zozeer, weet je, sommige mensen waarin je denkt van die hebben dat niet, die doen het alsnog volgens mij, maar die zijn gewoon heel erg bezig met hun eigen wereld verbeteren. En die zijn niet in staat om volgens mij gelukkig te zijn om die ruimte te hebben in hun hoofd om ook naar buiten te kijken en andere mensen te helpen. En de wereld groter te willen verbeteren. Dus het is meer onmacht in plaats van dat het onwil is, volgens mij. Want weet je, ik wil, natuurlijk weet je, het begint altijd bij jezelf. Je moet eerst gewoon goed zijn met jezelf, want anders kan je ook niet andere mensen helpen. Als je niet weet hoe je jezelf moet helpen, kan je niet andere mensen helpen. En daarnaast voor mij, weet je hoe het bij mij werkt, een soort van cirkels. Weet je, eerst is het mezelf, dan is het mijn familie, dan is het mijn vrienden, dan is het kennissen, dan mensen die ik niet ken, maar gewoon ontmoet. En dan is het mensen die ik waarschijnlijk nooit zal ontmoeten. En op één manier wil ik, al die cirkels zou ik willen dat iedereen gelukkig is. En dat zijn mijn cirkels. Sommige mensen hebben daar milieu tussen zitten en natuur, maar dit zijn mijn cirkels. En ik realiseer me, als je de wereld wil verbeteren, moet je eigenlijk, als je 1 van die cirkels doet, moet je wel zorgen dat het andere cirkels niet verergeren. Weet je, ik kan dus voor mijn familie kan ik wel een heel leuke, plastic speelgoed dingetje kopen voor mijn nichtje of zo. Ja, dat hebben kinderen in China geproduceerd. Dus dan ben ik iets aan het verbeteren in mijn cirkel, wat in een andere cirkel dingen verergert. Dus dan verbeter je niet de wereld, dan verbeter je alleen die cirkel. Dus het is, daar blijft die moeilijkheid, en dat vind ik wel heel erg lastig, van hoe doe je dingen hier die op alle vlakken of geen invloed hebben, of geen negatieve invloed hebben, of een positieve invloed hebben. Nou, dat is een beetje zoeken, altijd. Daarna, het gaat om de kleine dingen, wat ik al eerder uitleg. En wat ik heel erg ervaar is dat het eigenlijk heel erg leuk is om een maand iets te doen. En om een maand een soort van timeframe te hebben van nu doe ik dit en daarna doe ik het niet meer. En dan kan ik het over loslaten. Maar je bent daardoor door die maand, je leert heel veel, je wordt bewuster van dingen die je dan ook weer los kan laten. Maar ja, daarna sta je er toch anders in. Weet je, ik ga nu toch anders om met, weet je, zonder afval. Ga ik toch anders om met papieren dingetjes plastic, of ik neem nu eerder mijn eigen bekertje mee. Of als ik het wel doe, ben ik zo super bewust van dat ik denk van ja, ik moet toch mijn eigen beker doen. Weet je, verander toch dingen. Volgens mij gaan we een beetje afsluiten. Ga je in november en december dan? Kan je zelf beslissen. Okay. En hoe? Je laat anderen stemmen? Ja, iedereen kan stemmen en ideeën toevoegen. Waar? I want to make the world a better place.com. Maar je hebt het niet... Nee, ik heb hem nergens in de lucht. Houd je daar ook bij wat je tot nu toe al hebt gedaan? Wat zeg je? Houd je ook bij wat je tot nu toe al hebt gedaan? Zo? Ja, deze maand iets minder. Omdat ik voel als ik geef en ik ben bezig met het recorden van dat het eigenlijk een beetje dat er een andere idee achter zit. Maar meestal maak ik filmpjes en dergelijke. Okay. Maar voor november december heb je nog niks. Nou, het is elke maand wordt het besloten wat die maand. Dus aan het eind van deze maand weet ik. Dat is ook eindelijk. Ja, wat staat er nu op? Wat staat er nu op? Planten eten. Dat is eigenlijk volgens mij gewoon veganistisch zijn. Ja, ja. Dat staat nu nummer 1. En is dat nieuw voor je? Of, Nou, ik ben vegetariër en dan geen kaas en melk zal dat redelijk te makkelijk zijn. Dus ik vind het bijna te makkelijk. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel geïnteresseerd, het schijnt heel gezond te zijn. Dus ik ben ook wel even geïnteresseerd van misschien is het wel leuk. Maar misschien... Welke dingen blijf je toepassen die je de afgelopen 3/4 jaar gedaan hebt? Weet je, kleine dingen. Ik heb nu bijvoorbeeld die maand zonder afval. Ik heb nu... Sindsdien composteer ik. Ik heb een balkon, dus je zou denken dat is moeilijk, maar ik heb nu zo'n wormenbak waar wormen in leven en die mijn eten composteren. Dus dat soort kleine dingen. Je doet vaker het licht uit. Ik glimlach steeds meer. Je helpt mensen makkelijker, omdat het ook, je wordt er blijer van. Weet je, dat soort kleine dingen. Maar misschien, ik ga nu verder naar Michael.
bedankt. Als je nog vragen hebt, kun je altijd gewoon, ik ben er de hele dag. Als je vragen hebt, kun je altijd even naartoe lopen. Wauw, een ontzettend gaaf verhaal. Het zijn eigenlijk niet één, het zijn eigenlijk meerdere. En ik sta eigenlijk hier voor jullie ook met de bekentenis. Het lijkt hier wel Idealistics Anonymous, maar ik ben ook een wereldverbeteraar. En dus ik herken heel veel zaken wat we zojuist allemaal mooi hebben gehoord. En ik probeer ook de wereld een mooie plek te maken. Maar ik denk dat heel veel van jullie dat hier ook hebben. Althans, de mensen die ik ken, die hebben dat zeker. De wereld op dit moment staat voor een enorme verandering. Dat weten we allemaal. En voor mij is het nu de tijd van een crisis naar crisis naar crisis. Maar voor mij is crisis een kans, en dat denk ik voor jullie ook, en dat wordt heel veel gezegd, maar ja, is dat dan ook werkelijk zo? Maar voor mij, ik zou kunnen zeggen, het is een voedselcrisis, het is een energiecrisis, noem het maar op. Maar voor mij is het meer een systemencrisis. De systemen die wij gecreëerd hebben op dit moment, die zijn niet houdbaar, te complex. En ik denk juist, doordat ze nu tot een bepaald punt komen, dat men, wij, hem opstaan en het zelf gaan organiseren. En je ziet gewoon op dit moment dat heel veel organisaties centraal georganiseerd zijn. Centraal hiërarchisch. Dat wil zeggen dat zij de money flow hebben. En dat ze heel veel verschil maken tussen rijk en arm. De armen worden steeds armer en de rijker worden steeds rijker. En dat tot nu toe is dat nog door de mensheid als het ware geaccepteerd. Maar ik denk dat er een kantelpunt om komt te liggen. Ik heb even een presentatie met ook wat videofilmpjes. Deze vond ik al te grappig. En heeft ook te maken met. Kijken. Misschien kent iemand hem. Dat is dus de presidential car. En deze vind ik grappig. Nou, vind ik het heel leuk. Mijn naam is trouwens Michael Dawkins. Ik heb dit videootje gevonden omdat ik begonnen ben in Eindhoven met open koffie. Nou, open koffie natuurlijk wel onbekend. Ik bedacht ooit als Paul Klein om mensen meer met elkaar in contact te brengen. En ik dacht van oké, onze doelstelling in Eindhoven, want dit was er nog niet, maar ik herkende het probleem wel. Drempels zijn lastig. Dus weet je wat, we gaan die drempels helemaal weghalen. Dus we gaan drempelloos verbinden. En door dat te doen, hebben we heel veel mensen bij elkaar gebracht. We zitten nu in een community met iets van 3.500 mensen. Dat is enorm veel. Het begon eigenlijk ook zoals Permanent Beta. Iedereen vroeg aan mij van, waarom ga je dit doen? Ja, weet niet, omdat het kan, was altijd de antwoord. Maar eigenlijk iedereen was op dat moment heel erg sceptisch. Want die zei van, ja, wat kost het dan? Ik zei, nou, het kost het dus. Nou, maar wanneer ga ik dan betalen? Dus dat was 3 jaar terug, was dat nog heel abnormaal voor mensen. Maar dat drempelloos verbinden was in het begin dus enorm krachtig. Alleen hebben we gemerkt dat op een gegeven moment wordt het heel erg groot. En als het heel erg groot wordt, dan wordt het ook wat complexer. Snel. Welkom. Elke week een kopje koffie drinken en elkaar ontmoeten, dat is eigenlijk heel erg simpel. Dat is een heel simpel iets, dat is wat je noemt een meme, dat praat elkaar verder en dat groeit en bloeit. Toen dacht ik van, goh, laten we met deze groep mensen, deze groep ondernemers, ook iets meer doen dan alleen koffie drinken. Dus we dachten van, nou, als we 2000 mensen in die groep hebben, gaan we met z'n allen naar Londen toe. Mooie doelstelling, wij hadden eigenlijk een doelstelling, we gaan het organiseren. En daar ging het mis. We hadden een hele grote groep mensen, alleen de communicatiekanalen waren niet heel erg ingesteld.
En het idee van elke week een kopje koffie drinken, dat vertelt elkaar wel door. Maar hoe ga je met een grote groep mensen organiseren dat ze tegelijkertijd in een bus of een vliegtuig of whatever stappen en naar Londen komen? Dus dat is uiteindelijk niet gelukt. Toen dacht ik van oké, we hebben nu een hele grote in Haren groep. Wel. Sorry. In Haren wel. Ja, ja, nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zelf nog te moeilijk zat te denken. Ja, als ik gewoon eigenlijk had gezegd, jongens, dan en dan gaan we in Londen afspreken, was het misschien handiger geweest. Maar tegelijkertijd had ik ook een beetje het gevoel van, nou, volgens mij gaan mensen dat niet doen. Volgens mij gaan mensen, als ik zeg van jongens, en nu is er open koffie in Londen. Dus ik had het gevoel dat ik dat moest gaan organiseren. Maar dat is eigenlijk fout nummer 1. Maar sommige dingen zijn wat complexer. En die wil je dan toch wel iets van organisatie hebben, organisatie power. Dus toen ben ik gaan denken, oké, we hebben nu een grote community. Dat is eigenlijk een soort amoebe. Er zit geen structuur in. Er gebeurt van alles. En er ontstaat van alles, alleen dat is niet gericht, omdat we geen doelstelling hebben. Dus we hebben een doelstelling nodig. Nou, wat ik al zei, ik ben ook een idealist. Vanaf kleins af aan kan ik niet tegen oneerlijkheid. En als ik kijk naar de wereld, dan zie ik dat de wereld steeds, in mijn bedoel, oneerlijker wordt. Ik zie ook dat we ons systeem moeten veranderen. Dus toen dacht ik van, oké, laat ik dat allemaal combineren in een organisatie van de toekomst, waarbij mensen hun unieke talenten en skills in kunnen zetten voor een hoger doel. En het is in principe heel makkelijk om een mooiere wereld te creëren. En er zijn er heel veel mooie systemen. Ik heb net nog de ISO 26000 norm gehoord over sustainability. En dat gaat heel ver over recht en juridisch en da. En uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Wij als mensen en mensen binnen organisaties weten heel goed wat goed is. Zoals Bush ooit zei, evildoers, I want to be a good doer. Dat is eventjes een heel simpel manier van communicatie. Goed voor mezelf, goed voor mijn familie en vrienden, maar ook goed voor de wereld. Eigenlijk heb jij het nog mooier uitgesplitst in al die kringen. En dat is af en toe wel lastig inderdaad. Uiteindelijk zie ik dus dat mensen uit de organisatie stappen, voor hunzelf beginnen, hun unieke talenten in willen zetten, ook voor een betere wereld. Maar dat ze daar ook af en toe mee in het modder komen te zitten. Ze modderen aan. Mijn wens is dat iedereen datgene gaat doen waar ze echt heel erg goed in zijn. En utopisch zou ik willen zeggen dat niemand ooit iets gaat doen wat ze niet leuk vinden. Wie gelooft dat dat kan? Ja, best wel gedaan. Ja. Ik zie jou heel erg, ja, zeker. Ik doe niet anders. Jij doet niet anders? Nee. Nou, wel. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Door een aantal dingen los te laten. Okay. Dat bijvoorbeeld geld een middel is om ergens te komen, mm-hmm, en niet geld uiteindelijk het resultaat moet zijn. Ja. Ik heb gekeken van waar wil ik me voor inzetten. Mm-hmm. Ik zet me in voor de kinderen van ter dood veroordelen bijvoorbeeld, moeilijkste doelgroep alle tijd. Maar daar krijg je heel veel energie van. Ja. En ik geloof juist dat de wereld er mooier uit gaat zien. Mm-hmm. Want doordat mensen zich veel bewuster zijn van dingen, gaat iedereen wel iets oppakken om er een betere wereld van te maken. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. Ja, wat mij dus gaaf lijkt, is dus een community te creëren van mensen die dat allemaal doen. En die zijn er heel veel op dit moment. Wat ik wel zie is op dit moment dat er nog een 1.0 tijdperk is. Hè. Dus ga je mensen verzamelen in een entiteit, dan je hebt een bepaalde entiteit nodig. Maar hoe ga je dat inrichten? Wie kent het boek The Starfish and the Spider? Ja. Ben ik één? Je bent de enige. Ja. Oh, dat is wel grappig, want ik heb hem niet gelezen, maar ik ken hem wel. Oké. Okay. Ja. Wacht even. En wie heeft hem gelezen? Ja, ik heb hem gelezen. Ik ken het idee daar. Ja, dat is het idee. Het idee is van als je een spin hebt, die houdt daar de kop vanaf, dan gaat de spin dood. Want alles is van die kop afhankelijk. En als je een zeester in twee snijdt, dan groeit diegene met een arm en twee zeesterren. Dus die gaat niet dood. Ja. Ja, dus, het ene is vanuit de top gestuurd en de andere is decentraal. Ja. Ja.
Ja, wat ik net even aangaf over dat centraliteit. Ik zie dus dat centraal aangestuurde organisaties vaak geen moraliteit in zich hebben zitten. En het is inderdaad dat geld niet meer een middel is, maar dat is doelstelling en daar gaan ze voor. Op het moment dat je decentraal gaat werken, dan verdwijnt die centraliteit dus. Dus dan is geld een heel ander iets, is meer een middel. Je kunt dat vergelijken met de muziekindustrie. Voor mij is de muziekindustrie, kijkend vanuit de troubadour tot nu, een voorbeeld van centraal, decentraal en centraal, decentraal. Maar ook kijkend, het is eigenlijk de eerste die echt helemaal gedigitaliseerd is. Onze wereld gaat daar naartoe. Dus de troubadour was decentraal, was autonoom, die ging van dorp naar dorp, die verdiende zijn geld. In de jaren, ik weet niet, 40, 50, was het mogelijk, nou eerder zelfs, was het mogelijk om muziek op te nemen. Toen ontstonden de platenlabels, producenten op dat moment. En die gingen alles naar zich toe trekken. Die waren in charge, en ze gingen met lawsuits en alles dat beschermen natuurlijk. En het geldstroom ging naar hun toe. Nou, dat hebben ze heel lang zo in stand kunnen houden. Op een gegeven moment, wie heeft dat gedaan? Ik denk heel veel bandjes maken van de radio. Ja, wachten zo dat die DJ aan het komen was. Maar dat was eigenlijk het eerste punt dat heel veel mensen muziek weer konden opnemen. Alleen ze zagen dat niet als gevaar. Ze denken, nou ja, laat maar. Uiteindelijk de cd kwam, gedigitaliseerd. Toen hadden ze, als ze echt waren nagedacht, misschien kunnen bedenken, oh, digitaal heeft niet gedaan. We konden op een gegeven moment cd's gaan kopiëren. Nou, wie kent al die cinematische cd's, ik weet niet meer hoe het heette, maar dat je echt gewoon voor 10 euro of 10 gulden een heel cd van die maand kon kopen. Want hoe duur waren cd's vroeger? Echt rete duur. 40 gulden, hè? Ja, 40 gulden. Terwijl wij wisten allemaal dat het helemaal niks kostte om te maken. En dat is dus eigenlijk ook weer wat ik bedoel. Mensen gingen dus gewoon cd's kopiëren en daar ging hun geld. Maar wie moesten ze daarvan aanpakken? Was natuurlijk heel moeilijk om vanuit een grote organisatie al die mensen aan te pakken. Het vervolg kennen we allemaal, MP3. Nou, met MP3 hadden ze echt moeten denken, oké, dit is een onhoudbare situatie. We kunnen eigenlijk geen 20 euro meer gaan vragen voor een cd die misschien maar 10 cent kost om te maken dan. Want het volk kwam in opstand. En Napster kwam. En Napster was de eerste peer-to-peer music share. Nou, eigenlijk doen we het nu nog steeds met de boeken natuurlijk, hè. Maar dat was natuurlijk rete illegaal. En dan krijg je dus het verhaal dat de platenmaatschappijen, dat is die spinnen. Die zijn centraal georganiseerd, die hebben vanuit het hoofd zijn ze aan het regeren. En die gingen op zoek naar een andere spin, want de spin denkt is een eigen leefwereld. Dus die gingen op zoek naar een organisatie met een hoofd. Wie zijn hoofd moet ik eraf hakken om ervoor te zorgen dat die fileswapping niet meer gebeurt. Maar dat gaat niet. Want het is decentraal. Jij, ik en iedereen was daarmee bezig. Op het moment dat ze één iemand aanpakten, waren we 10 opgestaan. Dus je ziet ook dat de muziekindustrie totaal veranderd is. Op dit moment is vroeger was het concert. Was de promotie voor de cd en daar verdienen ze geld mee. Dat is al lang niet meer. Ik heb het over producenten. Op dit moment gaan we een stapje verder nog, dan zie je bijvoorbeeld Spotify. Spotify is dus van, we waren dus decentraal bezig. En hebben trouwens ook nog Apple gehad, maar als we nu kijken naar Spotify, dat is juist weer naar centraal toe. Alleen met de volgende stap dat eigendom niet meer belangrijk is, maar we willen toegang. Maar het is centraliteit gecombineerd met decentraliteit. In die zin dat er nog steeds social layer overheen zit. En dus we hebben toegang tot de muziek voor 5 euro per maand, of 10 euro per maand, wat je wil. En door onze netwerk omheen komen we eigenlijk tot de leuke nummers van onze vrienden. Ik kijk naar de wereld en ik zie dat ook gebeuren met andere zaken. Hierboven staan de 3D-printers. Binnenkort zijn wij niet alleen producent van bijvoorbeeld muziek of in ieder geval file swapping, maar zijn we ook producent van onze eigen producten. Mijn inziens gaat dat nog veel verder. Deze week was een geweldig mooi documentaire van Tegenlicht, Rifkin. Ik weet niet wie heeft dat gezien?
echt de moeite waard om te kijken. Rifkin is een documentaire van tegenlicht, die ook heel erg aankijkt van waar gaan we naartoe. Maar we worden in de toekomst worden weer producenten. En het was zo mooi om te horen van ja, als ik dus geen voetafdruk wil hebben, creëren, dan moet ik eigenlijk helemaal teruggaan naar het graan. Nou, er komt steeds meer op, urban farming. Zonder energie, windenergie. Alleen dat kunnen we niet helemaal alleen. We moeten het dan wel met een kleine collectiviteit gaan organiseren. Mijn doelstelling is om vanuit de community van mensen, die nu allemaal los met elkaar verbonden te zijn, in een platte manier, maar wel met structuur. Ik heb gemerkt, als je een zeester bent, en dat is helemaal decentraal, dat het dus heel moeilijk is om een bepaalde richting uit te gaan. Dus decentraal, de kracht van de reactiesnelheid, gekoppeld met een stukje centraliteit. Even kijken of we een leuke video hebben te halen. Nou, misschien makkelijk nog even een structuur. Ja, dat was dus het plaatje waarbij ik zeg dat is een probleem. Totdat ik dacht van het drempel ligt eraan hoe je dat dus bekijkt. Of het daadwerkelijk een probleem is. Want het ligt eraan hoe je een drempel neemt. Dat kan je ook lanceren. Dus in de community zijn we ook vanuit dat losse zijn we ook steeds meer drempels in aan het werpen. Om mensen verder te brengen. En dit is dus wat ik bedoel met een zeester lijkt op een spin als je er heel snel naar kijkt. Alleen de ene is dus reactief. Reageert op de omgeving, de andere vanuit de centraal. En als je dus het kruist, want dat was de vraag eigenlijk, wat krijg je als je een spin en een zeester kruist? Heeft iemand een idee? Dat is een beetje zijn. Ja, zelf ben ik. Zelf ben ik hierop gekomen. Logisch, hè? Dat is voor mij de kruising tussen een spin en een zeester. En waarom? Je hebt de centraliteit van de knop en decentraal de blaadjes. En dat is hoe ik de community heb ingericht. En het mooie is dat ieder blaadje is een platform met een eigen business model en een eigen identiteit, maar wel verbonden tot de kern. En wat mijn doelstelling is, want dit is het mooie van een paardenbloem, dat ieder pluisje heeft dus dat identiteit, DNA erin zitten, om de wereld een stukje mooier te maken. En gezamenlijk kunnen we echt een hele mooie bloemenzee creëren van decentrale, centrale organisaties. En dit lijkt toch best wel op een paardenbloem, of niet? Ja. Oké, een blauwe paardenbloem. Maar dat is hoe ik dus uit het boek... op dit moment de community heb ingericht als zijnde centraal, waar mensen in zitten eigenlijk met heel veel connecties. Decentraal, dat zijn de mensen die zeggen ik ga iets oppakken wat de wereld een stukje beter of mooier gaat worden. En die gaan het eigenlijk doen, maar die worden gefaciliteerd vanuit centraal. In die zin sommige dingen zijn centraal wel makkelijker te organiseren. Wat heel belangrijk is, als er daar aan het uiteinde iets gebeurt, dat ze ook meteen naar centraal je communiceren. Dus je krijgt een harmonica beweging van decentraal, centraal, decentraal, centraal. En in principe is dit gewoon een hele slap aftreksel van wat de natuur al eeuwen doet. Want als je kijkt naar ons als mens zijnde, wij zijn het perfecte voorbeeld van centraal en decentraal aangestuurde organismen. En dan kom ik eigenlijk op terug waar ik vandaan kwam, ooit een keer fysiotherapie gestudeerd. Misschien wel leuk om te proberen. Nee, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Ik probeer dan natuurlijk iets door te geven, maar ja,
als één iemand zegt van ja, daar heb ik geen zin in. Ik hou het te laat door. Nee, maar zou je niet zeggen. Maar dat zou decentraal zijn. Dat is de wave. Ja. Als ik zou zeggen, nou, oké, ik ga het nu zo doen, dat we gaan zo meteen de wave doen. En ik ga het aanwijzen en jullie gaan de wave doen, dan is het eigenlijk centraal decentraal. Oké, we gaan de wave doen, beginnen hier, gaan zo door, dan gaan we zoals een slang gaan we even de wave doen. Ja, geweldig, wauw, wat een... Ah, wauw, geweldig. Maar wat is het? Is het centraal of decentraal? Het is centraal? Ja, je hebt het geïnteresseerd. Ja, maar ik regisseer. Als ik stop. Ja, precies. Als ik zeg van, ja, hij geeft mij een order, maar precies. Is hij om te zeggen dat ik mijn handen mag doen, dan had hij dat. Ja. Ja, maar niet het dilemma van centraal gestuurde organisaties, dat er sabotage kan optreden, maar de sturing blijft centraal. Ja. Net zoals je dat het lot overlaat. Ja. Ja. Ja, ik vind het een beetje, ik vind dit zelf een beetje tussenin. In die zin, ik zie dat ook bijvoorbeeld met hele complexe muziekstukken. Ik brouw het zo af, dan laat ik één filmpje zien. De muzikant zelf is heel erg zelf verantwoordelijk voor zijn muziek. Er zit wel een dirigent bij, die doet niet zo heel erg gek veel. Het is echt een samenspel van heel veel mensen. Ik zie iemand lachen, want weet iemand er meer van dan ik trouwens, van muziek. Nee. Maar dat is even mijn perceptie ervan. Nee, dat nee, klopt wat je zegt, maar ik maak de andere slag naar de muziekindustrie. Ik zei van Nicki Minaj, ik weet dat die denk je Nicki Minaj is. Oh, goed, ja. Nou ja, die is naar mijn ogen niet echt verantwoordelijk voor eigen muziek. Dat wordt gewoon volledig als een fabriek. Ja, precies. Product. Ja, apartje gemaakt. Maar, ja. Ik wil het hierbij bij afsluiten met een heel mooi videofilmpje die hopelijk de rest van de dag een klein of een stukje meeneemt in inspiratie. Dit is waar we naartoe zouden kunnen gaan als we nog mooiere afstemming hebben. Van. Hij duurt best lang. Ik zou zeggen, sta op wanneer je daar zin in hebt om naar de volgende toe te gaan. Wat je daar niet ziet, is een roofvogel. Maar je ziet ook weer met een grotere vogel. Daar zie je. Daarna ga je iets ongelooflijks zien. Nou, daar gaat het. Ze wuiven hem gewoon mee. Hoe doen ze dat? Ja. Ik zou dat verrassen. In Facebook heb dat maar. Dat is zo. En met deze inspiratie van swarming, decentraal, centraal, heb ik jullie heel veel plezier mensen vandaag met al de mooie workshops en verhalen die ze gaan doen. Tot daar.